Ja, dat was een heel moeilijke koers vandaag, speciaal voor mij. Omdat ik heb voor 1 maand niet gefietst door mijn knie, dus dat was niet een simpele dag. Maar ja, ik ben benieuwd voor de toekomst en ik ben vertrouwen. Voor volgende week het wereldkampioenschap, wat denk je van de Belgen? Wat verwacht jij ervan? Ja, zeker. Ze zijn de favoriet, maar ook de Deens. Dus dat zal ook moeilijk voor de Belgen dit jaar, omdat ze hebben de dikke pancarte achter de rug. Dus we gaan zien, maar dat zal een mooie week zijn. Wat denk je van Alaphilippe? Je hebt hem vandaag hier aan het werk gezien. Toch ook heel sterk bezig, denk ik, hè? Ja, en ook in een Groot-Brittannië-tour. Hij was ook Engeland-tour. Hij was ook supersterk. Dus ik denk hij zal ook de favoriet zijn. Maar er zijn een paar goede renners die zijn in vorm voor het moment. Merci voor de interview. Ja, dank u.